november en de bazen van de kindertelefooncentrale komen met een bijzonder apparaat de zaal binnengelopen. Wij hebben dit gehoord omdat het 25 jaar kinderrechten is. Maar wat is het dan? Nou, dat zullen we eens even laten zien. Maak maar open. Wow! Dit is een megacomputer met 15 van de snelste laptops ter wereld. Elke computer heeft een touchscreen en een megabig processor. Dat is vet! Wow! Maar het allerspeciaalste is deze knop. Als je op deze knop drukt, word je geteleporteerd naar waar het probleem gaat. Iedereen die bij de telefooncentrale werkt, krijgt de speciale laptop. En jullie hebben maar 1 uur om het probleem op te lossen. Terwijl het bij de kindertelefoon alweer gelijk druk was. Hallo, met de kindertelefoon. Waren er kilometers verderop kinderen aan het spelen. Toe, we gaan spelen. Stelletje kleuters, kom eens even naar beneden! Hallo, willen jullie meekomen spelen? Jullie zijn echt sukkels. Ik ga een apen komen, ja! Zijn geen apenmannetje. Auw! Hé, hey, dat is normaal! We zullen eens laten zien wat normaal is. Hé, hey, stop! Hallo, kindertelefoon? Ja, er wordt hier een jongen gepest. Mooi jongen, we hebben onze eerste teleporterklant. Oké, we gaan het proberen. Durf jij te drukken? Ja, ik durf wel. Zo, ze zijn weg! Wauw. Zo, die knop doet het echt. We zijn hier wel om die pesters te pakken. Oh, ik geloof dat ik ze daar al zie. Ja? Ja, echt met pijn. Pijn glijden. Hé, hey, wat moeten jullie hier? De kindertelefoonmedewerkers namen de kinderen mee en lieten het artikel uit het verdrag zien. De gewonde kinderen kwamen ook kijken. We willen jullie laten weten dat we jullie nu scherp in de gaten houden. Als het nog een keer gebeurt, dan gaan we maatregelen innemen. Het is tijd! Een eind verderop was er een gezin wat ook hulp nodig had. Kinderen, eten! Ik wil echt niet meer dat hij weer hamburgers heeft. De hamburgers komen straks, we hebben eerst cake. Goed zo, Damien. Doen we lekker met mij je mond vol proppen. Papa, wat eten we dan? 4 hamburgers met heerlijke suikervolle sap. Waarom weer drinken met zoveel suiker? Waarom kregen we niet gewoon water uit de kraan? Wees blij dat jullie zo dik zijn en vet. De kinderen in Afrika die zijn heel dun en mager, die kunnen niets eten. Dat is echt niet normaal. Papa, wat gek is er over. Geeft ons alleen maar. Na het eten zochten de kinderen hulp. Ik bel de kindertelefoon om te kijken of ze kunnen helpen. Dank je. Echt waar? Zoveel ongezond eten? Geef je vader dat allemaal? Nou, dan komen we er gelijk aan. Zo, het is weer gelukt! Wow, waar zijn we nou weer beland? Zo, jullie hebben echt dikke bijen. Is dat echt? Ja. Vader werd geroepen. Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier in mijn huis? Ik ben gebeld. En nadat alles was uitgelegd, ging hij aan tafel zitten en werd het kinderrechtenverdrag getoond. Sinds mijn vrouw is overleden, weet ik het allemaal niet meer. Hij doet wel zijn best, maar hij weet niet hoe het moet, denk ik. Nou meneer, we zullen u vertellen hoe het zit met gezond eten. Okay. Alles werd aan de vader uitgelegd. Al snel zat de tijd erop. Bij de kindertelefooncentrale was het inmiddels erg laat geworden. Nee, ik denk echt niet dat ik zou komen. We zijn allemaal te moe, we komen vandaag niet meer. Nee, sorry. Oh, sorry, we kunnen nu niet meer langskomen. We zijn gewoon te moe. Volgend jaar proberen we de supercomputer 2 dagen te huren. Er waren veel problemen opgelost en moe en voldaan verlieten ze het kantoor.